Universiteit van Nederland. Live vanuit een draaimolen in Maastricht. Nou, ik word echt heel snel misselijk. Boten, auto's achterin en zeker zoiets ook als een draaimolen of achtbanen, zweefmolens. Dus dit is ook echt niet prettig. Ja, ik word echt nooit misselijk. Nee? Nou, geluksvogel. De geluksvogel, dat is mijn collega Eliane. Die wordt nergens misselijk van. Heeft geen last van wagenziekte, wordt niet zeeziek. Maar de man die nu een beetje wit wegtrekt in de draaimolen, is gevoelig voor elke beweging. Dat is dokter Raymond van den Berg. Eigenlijk heeft iedereen wel last van misselijkheid bij bepaalde bewegingen. Zolang de beweging maar misselijkmakend genoeg is. Ik denk als ik jou met een raket naar de ruimte zou schieten, zou je vast en zeker ook misselijk worden. Een raket konden we vandaag niet regelen, maar later deze aflevering wel een ziekmakende draaistoel. Hiermee krijgt Raymond iedereen misselijk van beweging. En hij weet bijna zeker dat dat ook gaat werken bij Eliane. Als je niet misselijk zou worden, dan zou ik me een beetje zorgen maken of er iets mis is met je evenwichtssysteem. Nou, op hoop van zegen. Maar waar is dit dan goed voor? Waarom word je misselijk van bewegen? Raymond gaat die vraag beantwoorden. Naast dat hij ervaringsdeskundige is en dus niet zo goed tegen kermisattracties kan, houdt hij zich in het Maastricht UMC al jaren bezig met problemen van bewegingen en het evenwicht. Misselijk van bewegen gebeurt omdat je hersenen in de war zijn. Er is een conflict in je hersenen gaande tussen je zintuigen. Bijvoorbeeld dat je ogen iets anders naar de hersenen sturen dan de rest van je lichaam. En dat vinden je hersenen niet leuk en daar kun je misselijk van worden. Een goed voorbeeld van dit conflict is een boek lezen in de auto. Of in dit geval een draaimolen. Nou, we zitten nu in een draaimolen, die draait rond. En ik heb nu op mijn schoot een boek en ik probeer dat boek te lezen. Dat kun je een beetje vergelijken als een boek lezen in een auto, waar mensen ook heel snel ziek worden. Nou, op het moment dat ik dit boek dus aan het lezen ben, dan zie ik met mijn ogen een stilstaand boek. Dus mijn ogen zeggen eigenlijk, ik beweeg niet. Maar tegelijkertijd voelen mijn evenwichtsorganen en de rest van mijn lichaam dat ik wel aan het bewegen ben. En de hersenen weten dus niet wat waar is. Ben ik nu wel of niet aan het bewegen? En dat conflict, dat vinden de hersenen moeilijk. En dat kan dus tot bewegingsziekte en misselijkheid leiden. Oké, wil je niet misselijk worden? Lees dan geen boek in de auto. Maar nog beter, rij zelf als je kunt. Als je zelf rijdt, weet je precies wat er gaat gebeuren. Je rijdt zelf, je gaat de bocht links, rechts om. Dus de hersenen vinden het heel makkelijk om te weten wat er aan de hand is. Of je moet zorgen dat je kunt zien wat er gaat gebeuren. Dus goed naar buiten kijken. Nou, hoe kun je dat doen? Voorin gaan zitten of juist midden achterin. Vooral niet als je in een bus zit, bijvoorbeeld achter in de bus gaan zitten. Want dan kun je helemaal niet zien wat er gaat gebeuren. Je ogen zien de beweging, maar hoe voel je dan dat je beweegt? Dat doet je evenwichtsorgaan. Die zit diep in je oor verstopt. Het is eigenlijk een soort sensor die de hele dag beweging meet. Dus bijvoorbeeld als je nee schudt of ja knikt, dat kan hij meten. Of als je in de lift zit, omhoog of omlaag. Of in de auto, optrekken, afremmen. Dat wordt allemaal gemeten door het evenwichtsorgaan. Zonder je evenwichtsorgaan zou je de hele tijd bovenop je snuiter vallen. Dat inimini-orgaan van een paar millimeter stuurt je hele lichaam aan. Door middel van supersnelle reflexen. Als je aan het lopen bent en ineens struikel je, dan heb je niet door dat je eigenlijk al aan het corrigeren bent voordat je door hebt dat je aan het vallen bent. Want namelijk die reflexen zijn zo snel dat op het moment dat je struikelt, je rug alweer recht wordt getrokken dankzij je evenwichtsorgaan en je pas later door hebt dat je aan het vallen bent. Het evenwichtsorgaan stuurt ook je ogen aan. Anders kun je niet eens scherp zien tijdens het lopen. En dat kun je zien met een heel simpel testje. Als je bijvoorbeeld je vinger voor je neus houdt en je gaat je vinger heel snel bewegen, dan zul je zien dat je die vinger niet scherp ziet. Dat komt omdat je ogen te traag zijn om je vinger goed te kunnen meten. Nou, als je hetzelfde zou doen, maar dan je vinger stilhoudt en je hoofd snel beweegt, dus eigenlijk nee schudden, en dan je vinger probeert te blijven zien, dan zul je zien dat je vinger heel scherp blijft. Dat komt dus omdat iedere keer als je je hoofd beweegt naar een kant, je ogen dankzij je evenwichtsorganen worden teruggestuurd naar je vinger. En daarin kun je dus zien dat je evenwichtsorgaan veel sneller is dan je ogen dat zelf kunnen. Het evenwichtsorgaan is een ingenieus systeem. Maar terug naar die misselijkheid, terug naar dat conflict in de hersenen waar Raymond het over had. Kijk, je hersenen maken voortdurend een 3D-beeld van je omgeving. Zodat jij weet wat er om je heen gebeurt, waar je naartoe gaat lopen of waar je vooral niet heen wil.
Dat doen je hersenen door alle informatie die je binnenkrijgt via het evenwichtsorgaan en via de ogen in elkaar te leggen als een puzzel. Je hersenen zijn continu bezig met kijken van, ja, wat is mijn positie in de wereld? En op het moment dat de hersenen dat dus niet meer kunnen, omdat er conflicterende signalen in je hersenen zijn, denken ze, hey, dit is mogelijk een gevaarlijke situatie, ga hier weg. En dat is best begrijpelijk. Want ja, wie heeft nou ooit bedacht dat wij met 900 km per uur door de lucht moeten of met meer dan 100 km per uur over de straat moeten rijden? Ja, daar is ons lichaam van nature niet echt op gebouwd. En om dan een soort signaal te sturen van dit is een gevaarlijke situatie, wordt er een systeem in je hersenen geactiveerd die je misselijk kan maken. Mensen die er heel veel last van hebben, die kunnen dus misselijk worden, bleek, klam, zweten en overgeven. Natuurlijk, sommigen hebben er minder last van, tot mensen die er helemaal geen last van hebben. Zoals onze redacteur Eliane. En dat ziet Raymond vooral als een uitdaging. Nou, kom mee naar het laboratorium. Oh, nou, dit ziet er wel spannend uit. Ja, we staan hier in een hele donkere kamer en die wordt gebruikt voor evenwichtsonderzoek. Het lijkt bijna wel een martelkamer met in het midden een soort, ja, grote tandartsstoel. Ga maar gewoon eens even zitten in de stoel. Nou, dan moeten we beginnen met je goed vast te gespen. Want ja, deze stoel gaat heel snel op en neer en we willen natuurlijk niet dat je eruit gaat vliegen. Dus hier heb ik een gordel. En die gordel gaat hier beneden vast. Zijn er wel eens mensen uitgevallen? Zover ik weet niet. Nu pakken we nog een andere gordel. Je ziet dus dat met vier gordels zit je vast. We nemen echt het zekere voor het onzekere. Binnen nu en 5 minuten zullen we voor eens en altijd weten of Eliane zelfs in deze donkere kamer van de wetenschap niet misselijk wordt. Ik vind het nou wel spannend worden zo, ja. Anticipatie is ook heel belangrijk. Dus als je bang bent dat je ziek wordt, heb je ook meer kans om ziek te worden. Dus ik zou zeggen, relax. Dan komt het helemaal goed. Nou, zit je een beetje vast of kan het nog strakker? Ik kan geen kant meer op. Oké, nou voor het experiment gaan we jou ronddraaien en je hebt je hoofd gewoon recht. Ja. Maar als ik het vraag, wat je dan moet doen, is je hoofd dus kantelen zo naar de borst. Oké. Zo snel als je kan. Zo snel als ik kan. En dan ben ik heel benieuwd wat je dan voelt. Dus stel dat je te misselijk wordt, zeg het ook, want dan stoppen we natuurlijk de stoel. Oké. Oké, okay, ja, ben je er klaar voor? Ja hoor, uitdaging geaccepteerd. Mooi. Eliane krijgt alleen nog een oogmasker op, zodat haar ogen haar niet kunnen helpen te kijken. En dan begint de stoel met draaien. Daar gaan we. Je gaat dus dadelijk in iets meer dan een seconde een rondje draaien. Als het te hevig is, moet je het eerlijk zeggen, want we kunnen het altijd. Eliane draait nu hard naar rechts. Het is goed dat ik vast zit. Haar evenwichtsorgaan meet nu versnelling. Ik ga nu wel wat sneller, denk ik. Nog sneller. Na een paar rondjes draait Eliane op constante snelheid naar rechts. Gek genoeg denkt haar evenwichtsorgaan nu dat die stilstaat. En dat komt omdat je evenwichtsorganen die meten alleen versnelling. In het begin versnel je, want je komt op gang. Dat voelt je evenwichtsorgaan wel. Maar als je maar lang genoeg op zo'n constante snelheid draait, dan kan je evenwichtsorgaan dat niet meer meten. En dan ga je op den duur, hebben zelfs mensen door dat ze niet eens meer draaien. Maar nu moet ze in één snelle beweging haar hoofd naar beneden kantelen. 3, 2, 1, kin naar de borst. Wat voel je nu? Wat voel je nu? Ik voel me heel erg draaien. En nou lijkt ik wel een beetje over de kop te gaan. Eliane wordt misselijk. Doe je hoofd maar weer eens terug dan. Oh, wat voel je nu? Ik voel me weer draaien. Doe nog maar eens een keertje. Snel je hoofd kantelen is voldoende om misselijk te worden. Schuin over de kop of zo? Over de kop. Terwijl ze nu nog steeds rechts omdraait, heeft ze nu het gevoel alsof ze over de kop schiet. En dat komt omdat je evenwichtsorgaan die meet continu die beweging die je had. En net had je opnieuw een constante snelheid. Dus daar kon je evenwichtsorgaan dat niet meer zo goed meten. Maar op het moment dat jij je hoofd een andere beweging laat maken, bijvoorbeeld kantelt, dan ineens wordt een ander deel van het evenwichtsorgaan geactiveerd en die krijgt die versnelling dan weer opnieuw. En daarom lijkt het dus dat je over de kop gaat bijvoorbeeld of in de schroef of zelfs schuin gaat. Eliane's evenwichtsorgaan wordt door een simpel trucje compleet voor de gek gehouden. Hoofd weer naar het midden. Oeh. Nou begin ik wel echt misselijk te worden. Tijd om de stoel te stoppen. Oeh. Ja, ik ben echt wel een beetje misselijk. Je hebt wel echt super knap gedaan, want de meeste mensen kunnen dit niet aan. Nee? Dus wat je zei,
van ik kan goed tegen bewegingen, dan heb je wel echt bewezen. Oh, gelukkig. Ik dacht, ik heb me er echt doorheen geblufft vandaag. Nee. Okay. Veel mensen zouden na één keer zijn hoofd bewegen al zeggen, ik stop. Ja, nou, vooral het moment dat ik dat deed, dat was echt een intense draaikolk waar ik ineens in zat. Ja. Of echt zo'n beetje zo'n schroevendraaier. Dat idee kreeg ik er eigenlijk van. Als je had kunnen kijken, had je dat gevoel minder gehad. Maar daarom dus dat we zorgen dat je niks kunt zien, dan kunnen je ogen je niet helpen bij bepalen waar ben ik in de omgeving. Daarom bij een auto goed naar buiten kijken of bij een boot naar de horizon kijken. Je evenwichtsorgaan en ogen hebben elkaar nodig. Zonder samenwerking gaat het mis. Maar je hebt het bewezen. Ja, je hebt je ook bewezen, hè? Dus wat je kunt zien is dat een beweging, als die maar misselijkmakend genoeg is, zelfs mensen die denken er heel goed tegen te kunnen en er ook goed tegen kunnen, toch misselijk worden. Ja, nou, je hebt helemaal gelijk. We beschouwen het als bewezen. Iedereen is in bepaalde mate wel bewegingsziek. En eigenlijk is dat wel goed. Het is een strategie van je lichaam om niet in al te gekke situaties te blijven hangen. En je ziet dus ook dat mensen die er heel veel last van hebben, ook dingen gewoon echt gaan vermijden. Net zoals ik ook wel eens, hè, de draaimolens of de boottrips of waar ik in het vliegtuig ga zitten, ga ik allemaal opletten. Maar stel je voor, je bent in opleiding tot luchtmacht en dan ineens word je toch misselijk bij beweging, ja, dan heb je een probleem. En voor die mensen zijn er nog speciale therapieën mogelijk waarin ze expres worden blootgesteld aan allemaal hevige bewegingen in de hoop dat ze daar een beetje aan kunnen wennen. Wie weet kan Eliane nog een carrière-switch naar luchtmachtpiloot overwegen. Maar mij niet gezien. Vond je dit nou een leuke aflevering? Abonneer! We hebben nog veel meer interessants.